Maar alle gekheid op de stokje, wat natuurlijk van belang is. Jij hebt al wel ervaring met de invoer van de wietpas, of zoals ze hem ook noemen, de clubpas. Wat zijn jouw ervaringen tot op dit moment? Ik zal eerst beginnen, voordat ik zover was, had ik ook al een paar keer gesprekken over gehad. En van wat gaat er gebeuren? En toen reageerde ik ook vrij sceptisch. Van ja, ik zit vrij goed, en het zal allemaal wel meevallen. Toen hadden we 1 mei, en dan had ik zelfs 3 extra meisjes geregeld om heel de stroom van inschrijvingen te gaan bewerken. En want ik had 800 klanten per dag. Ik dacht, als die nou allemaal komen, en die moeten eigenlijk allemaal inschrijven. Dat is best wel een pittig klusje. Nou, ik kan zeggen, 1 mei kwamen er 5 klanten. En de rest was allemaal weg, want de rest laat zich gewoon niet inschrijven, omdat ze niet weten wat de overheid met die gegevens gaat doen. En de overheid zegt wel dat ze niks doen, maar ze hebben op verschillende plaatsen, in Geleen en in Breda, heeft de politie al geprobeerd om de administratie mee te nemen, dat ze toch inzicht krijgen. En zo is het niet bedoeld. En dan kan ik zeggen wat er gebeurd is. Wij zijn niet zo'n grote stad als hier in Rotterdam. Wij hebben dus een kleine explosie van straatcriminaliteit. En hier lijkt het eigenlijk wel of een atoombom afgaat met straatcriminaliteit. En er gaan allemaal rare dingen gebeuren. In Maastricht zijn al oorlogjes gaande, in Terneuzen is al geschoten, in Maastricht is al geschoten, in Breda zijn dealers die op de straten de gewapend beschermen. Het loopt gewoon uit de hand in Nederland. En ik denk zelfs dat er nog een nagolf krijgt van 2 jaar, ook al zou het vandaag stoppen. Omdat de mensen zomaar niet meer terug zijn in de coffeeshop. Er moet zo vlug mogelijk, zo snel mogelijk iets veranderen voor het land helemaal op zijn gat ligt.